eventjes nog... Nee, ik was nog, oh. Ik was nog aan het opwarmen. Heb je ook een ochtendnummer? Ja. Oh. Oei. Het is Ruimalaak. Hoi, wij zijn Kinderen voor Kinderen. Ik ben Yveske. Ik ben Femke. En ik ben Ridder. Nee, ik ben Ridder. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe liedjes challenge. Een hele muzikale challenge waar heel veel punten te verdienen zijn. En hoe meer punten, hoe meer je wint. Hey, de eerste ronde heeft te maken met gorgelen. Die doet er wel eens gorgelen, tandenpoetsen bijvoorbeeld. Ja? Ja. Doe je ook wel eens een liedje gorgelen? Nee. Nee, nou dat is vandaag dan de eerste keer. Ik laat een Kinderen voor Kinderen liedje zien en jij mag een stukje daarvan gorgelen. En als jij het raadt, verdienen jullie allebei een punt. Neem maar een slokje mee. Oh, ik zie jou aan het spieken. Ja? Oké, okay, go! Oh. Oei! Wat een spetterend optreden. Je bent alleen maar aan het lachen. Hoor je er nog een liedje nee. in of niet? Nee. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik hoor het ook niet. Weet je wat? Zal ik even een stukje gorgelen? En als je hem dan raadt, dan verdien alleen jij een punt. Want ja, sorry. Ja, dat is gewoon niet zo goed. Ik moet raden. Hand in hand. Ja. Het was inderdaad hand in hand. Iedereen aan de kant, aan de kant. Hand in hand. Voor jou. Nou ja, hoe was dat om te doen? Ja, moeilijk. Alleen, ik hoor hem zelf wel gewoon. Jij hoort hem zelf wel gemakkelijk. Ja, wij horen hem niet, hè? We gaan snel door naar ronde 2. En wie weet verdien je daar wel een punt. Ronde 2 is raad het liedje. Wat denken jullie dat we moeten doen? Ik denk dat we... Een liedje moeten raden. Oh, ja, ja, precies. Ja, dat was het, ja. Go! Ja, dat is het niet meer. Ik zit nog helemaal zo te wachten tot het liedje gaat beginnen, maar het is inderdaad ochtendhumeur. Heel goed, jij hebt een punt. Heb je ook een ochtendhumeur? Ja, nee. Ja? Ja, zij ja? wel, ja. Hebben jullie bij elkaar gelogeerd? Ja, zij ook al. Dat is geen pret. Dan worden jullie allebei heel slagrijnig wakker. Ja. Ik kan het bijna niet voorstellen. Jullie staan nu 1-1, dat is op zich een mooie score. Laten we snel naar de volgende ronde gaan, dat is ronde 3. Uitbeelden. Oh. Ja, jullie zijn al helemaal aan het juichen van ik mag nu iets uitbeelden, maar dat is niet waar. Ik ga het nu uitbeelden. Wat leuk. Ja, nou, Femke heeft er zin in. Als je het niet weet, ligt het trouwens niet aan mijn uitbeeldkunst. Dat gaat heel goed namelijk. Eventjes nog... Nee, ik was nog, oh. Ik was nog aan het opwarmen. Oké, okay, komt u. Weet je dan? Elke dag maar juichen. Ja, inderdaad, Femke. Gefeliciteerd! Ben je jarig? Nee. Nee, maar je hebt wel deze ronde gewonnen. 2-1 voor Femke! Yay! Gefeliciteerd! Door naar ronde 4. En dat is maak het liedje af. Oké. Komt. Kun je nog zoveel leren? Als de muziek stopt, mag je drukken, hè? Oh. Oeh, jij was eerder, Femke. Ja, maar ze hebben de hand hier. Dat een vliegtuig vliegen kan. Dat een boot ook drijven kan. Dat een auto rijden kan. Het is ramen. Ja, gefeliciteerd. Dat was hem inderdaad. Dat betekent dat het 3-1 staat voor jou.
Yveske, is dat raar, maar waar? Ja. Ja, het is wel raar, hè? Maar het is ook waar. Het is raar, maar waar. Dat Femke voor staat, dat Yveske achter staat. Het is raar, maar waar. Dan gaan wij supersnel naar ronde 5. Jullie krijgen een supersnel liedje te horen. En als je het herkent, dan druk je op de knop. Ik ben een gamer. Dat is inderdaad, ik ben een gamer. Yes! Yes. Want ik ben een gamer, dat is mijn talent. Ik blijf spelen tot ik de beste ben. Level 1, 2, 3, mij versla je niet. In mijn eigen game ben ik een superheld. Ik ben een gamer, ja, ik ben eigenwijs. Ik ben beter, dus ik pak elke prijs. Level 4, 5, 6, weer een nieuw succes. In mijn eigen game ben ik een superheld. Heel goed. Heel fijn, je bent weer back in the game. Maar ik sta nog steeds voor... Je staat nog steeds voor, dat klopt. Maar er kan nog van alles gebeuren. Ja. Want het kan namelijk gelijk spel worden. Ja, het staat nu namelijk 3-2. Dus ik kan niet meer verliezen. Nee, je kan inderdaad niet meer verliezen. Maar jij kan... wel gelijk spelen. Precies, je kan een gelijk spel krijgen. En jullie lijken al zo ontzettend op elkaar. Dus hoe mooi zou het zijn als jullie gewoon gelijk spelen. Goed, ronde 6. Woord. Wat lachen jullie? Ik ga een woord geven aan jullie. En jullie moeten er een liedje bij bedenken van Kinderen voor Kinderen. Swish. Pas op pas. Oh, swish, nee. Ja, doe maar. Swish, 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 doe de blis, blis, blis. Nu de snake, snake, snake. En een break, break, break. Nog een keer! Swish, 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 doe de blis, blis, blis. Nu de snake, snake, snake. Dat betekent dat je gewonnen hebt met 4-2. Woehoe! Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Ja, en ik heb verloren. Oh kijk, je neemt het wel sportief. Ja, je hebt verloren, maar ja, heel goed. Je hebt goed gespeeld. Het was bijna gelijkspel. Ik ben trots op jullie allebei. Hey, gaan jullie lekker door met high-fiven. En dan zeg ik tegen jullie bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En tot de volgende. Oh ja, en wat nog meer? Abonneren. Precies. Doeg. Doei.